Goedemorgen, het is vandaag maandag 18 december en weer een nieuwe dag voor Vlogmas. Nou, je kunt het misschien een beetje aan me zien of horen, maar ik ben echt ontzettend moe. Vannacht om een uur of 3 of 4, toen werd echt keihard aangebeld hier thuis. En onze deurbel is best wel hard. En sowieso, als iemand om 3 of 4 uur aanbelt, is dat best wel raar. Dus ik kijk mijn vriend zo aan. Ik zo, verwacht jij iemand? Ik zo, nee. Verwacht jij iemand? Ik zo, nee. En ik was ook net wakker, dus ik dacht, nou weet je, misschien heb je verslapen. Ze had ook gemiste oproep op zijn telefoon. Dus dan ging ik uiteindelijk toch maar door naar de deurbel. En ik had echt zoiets van, ja, dit is gewoon een of andere lipo. Uiteindelijk bleek het de politie te zijn, omdat de autoruit van mijn vriend was ingeslagen. Dat is echt super rot. Echt eigenlijk irritant nieuws. En ook nog eens op een maandagochtend midden in de nacht. Maar volgens mij hoorde ik ook nog iets over dat ze het glas hoorden breken. Dus waarschijnlijk was ze in de buurt en daarom belden ze aan of iets dergelijks. Of ik weet niet. Of het was waarschijnlijk gewoon ook belangrijk, omdat als nu die ruit kapot is, dan kan iedereen er gewoon in dat hij even die auto ging wegzetten of iets dergelijks. Dus daarna keek ik op mijn telefoon. Toen dacht ik, oh jeetje mina, het is echt, wat was het? Volgens mij was het 3:30 of zo, 4:15. Toen dacht ik, Dus daarna ben ik wel weer even gaan slapen. Mijn vriend is nog wel naar zijn werk gegaan. Ik weet niet hoe. Misschien is hij met iemand anders meegereden. Maar dit is wel echt rot. Dit is echt weer echt een lekkere blauwe maandag voor hem. Wat is er? Volgens mij wil Silly dat ik de kalenders ga openmaken. Ga ze er even bij pakken. Ik weet eigenlijk niet waarom het beeld zo blauw is. Volgens mij omdat het gewoon nog een beetje donker buiten is. Maar goed, ik begin even met L'Occitane. Het was de 17e vandaag. Nee, die is al open. Wacht even hoor. Het is de 18e dan vandaag. Tellen ging op het begin zoveel makkelijker. Het gaat nu alleen nog maar bergafwaarts. Terwijl we juist dichter bij kerst komen. Oh, dit is sowieso een hele lekkere lijn. Dit is de Almond Milk Concentrate. En ik denk dat dit iets van een body lotion is. Heel lekker ruikt deze. Het ruikt eigenlijk een beetje naar baby's of iets dergelijks. Deze hele lijn vind ik. Dus ik vind het een hele lekkere geur. En dan heb ik hier nummer 18 van de Essence Calendar. Oh, een heel mooi rood lakje. Echt een klassieke rode. Dat is heel leuk. Nou, nu ga ik heel eventjes achter de computer zitten om heel veel dingen af te maken. En daarna zie ik jullie weer terug als ik weer helemaal opgemaakt ben en klaar met alles. Goedemorgen iedereen. Welkom weer bij een nieuwe Vlogmas. Zo, zoals je misschien nog wel kan zien is het nog redelijk vroeg buiten, want het is nog niet eens helemaal licht. Volgens mij is het precies over een week. Oh, dat is niet echt goed licht. Precies over een week is het kerst. Hij valt op zondag en maandag uit mijn hoofd. Wauw. Waar is de tijd gegaan? Gewoon nog een week tot kerst. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval de kerstboom wel op tijd in ieder geval aangekleed heb gekregen. Dat is nog wel gezellig. Maar ik heb nog een beetje een ochtendstem zoals je kan horen. En ik ben wel helemaal aangekleed. Mijn haar is gewassen en gefeund. En ik moet eigenlijk nog een make-up doen. Maar ik had er nu eventjes niet zoveel zin in. Dus ik laat het nog heel eventjes zo. Ondertussen zet ik even wat water op. En super leuk, want mijn vriend komt zo meteen thuis. Dat vind ik echt heel erg gezellig. Hij is niet heel lang weg geweest, maar ik heb het toch wel gemist natuurlijk. Ik ga gelijk maar even de adventskalenders doen, voordat ik die anders weer vandaag vergeet. Dus even kijken wat we vandaag hebben. De poster. Nummer 18. Oh, deze vind ik wel leuk. Moet je kijken. Hij zit vol met stipjes en dan is er iemand aan het zwemmen met een rood badmutsje op. Deze vind ik wel echt heel erg cool. Dat komt vooral door die stipjes. Dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk. Een beetje van die sporadische stipjes die niet heel erg netjes zijn gedaan. Ik wacht eigenlijk nog alleen wel een beetje op super kerstige posters. Dat valt me wel op dat ik die nog niet echt heb gehad. Super Christmassy. Ik heb er nu nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 om te gaan. Dus ik hoop dat er in een van deze 6, in ieder geval de allerlaatste, nog wel een super kerstige poster zit, want dat moet wel een beetje, vind ik. Zo, het is inmiddels echt een stuk later. En zoals je kan zien, yep, ik heb nog steeds geen make-up op, maar dat wilde ik nu wel even gaan doen. Maar ik wilde eventjes een soort van update geven over mijn huid. Ik vind het is nog steeds echt super droog. Oh, velletjes. En ik heb serieus al heel veel producten gebruikt, van hele vette producten tot aan andere soort producten. En ik weet gewoon niet echt helemaal waarom het deze keer zo ontzettend slecht is. Ik ben nu momenteel dit ook aan het proberen. Ik wil niet focussen. Nou, ik lees het wel eventjes gewoon voor. Het is van de Beauty Kitchen Seahorse Plankton High Definition Facial Oil. Dus het is een olie waardoor het zeg maar wat vetter is. En ik dacht misschien heb ik dat weer erg nodig. En wat trouwens ook wel een beetje heeft geholpen, is dit product. Dit is echt een crème die ik al heel lang gebruikt heb. Heel veel van deze
tubetjes versleten. En dat heb ik van Serena leren kennen. En dat is de La Roche-Posay Everglow Duo. En dit is een hele fijne crème die je huid zeg maar wat dunner maakt. En omdat ik dus een huid heb die heel erg snel dik wordt, moet ik dit echt gaan gebruiken. En ik denk dat het nu zeg maar extra erg is geworden omdat ik dit de afgelopen tijd niet heb gebruikt. Omdat mijn huid dus best wel goed was vanwege dit. Dus zeg maar het probleem is dat mijn huid goed was vanwege dit, waardoor ik niet meer dit ging gebruiken. Maar dit product heb ik gewoon nodig omdat dit anders heel erg dik wordt. Dus vooral dit hier. En dat is ook echt precies waar ik nu ben gaan schilferen. Dus ik denk dat het inderdaad klopt dat ik gewoon weer dit product moet blijven gebruiken om het een beetje in toom te houden. Maar dit vind ik ook nog steeds erg fijn. Maar goed, nu is het dus super droog en moet ik dus ook nog een extra product gebruiken. En dat is nu momenteel dit. Al weet ik niet zeker of dit echt, echt heel erg helpt. Het is al iets minder al geworden. Nou ja, we gaan maar weer proberen de make-up erop te gooien. Maar dat is echt extra lastig als het zo droog is. Maar ik ga nu even een knip doen. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug met make-up op. 1, 2, 3. Daar ben ik weer. Het zit erop, maar echt, dit is geen goede make-up dag. Het is zeg maar nog erger in het echt. Al die schilfjes. Ik vind mezelf ook echt meteen heel vies gelijk. En ik denk dan dat iedereen het ziet. Nou ja, iedereen ziet het volgens mij ook wel. Ik kreeg honger, dus ik dacht, nou, ik ga misschien gewoon even dat avondeten van gisteren opwarmen. Ik vind het wel lekker om in de middag nog een beetje warm te eten. Dus dat ga ik lekker doen. Kijk, nog flink wat de lijst. En hier de tandoori met kip en spicyboontjes. Dus dit ga ik eventjes bij elkaar voegen. En dat wordt de lunch voor vandaag. Het is inmiddels weer wat verder. En ik heb net mijn werk afgemaakt wat ik af moest maken. En nog meer, dus daar ben ik heel erg blij om. En ook nog eens binnen de tijd, dus dat is fijn. En op dit moment heb ik even een broodje die ik aan het eten ben. En ik denk dat ik straks eventjes met Larissa ga afspreken in de stad. Zodat we nog onze allerlaatste kerstcadeautjes kunnen scoren. Gewoon bij de winkels, eventueel. Want ja, we hebben nu tijd over omdat we allebei wat eerder klaar zijn dan gepland. Dus dat is heel erg fijn. Ik was eigenlijk bang dat we namelijk de hele dag achter de computer zouden moeten zitten. Dus ik ga heel even mijn broodje opeten en dan zie ik jullie zo weer. Oké, ik ben klaar om te gaan. Larissa die wil uiteindelijk helaas niet meer meegaan. Maar mijn vriend wil wel gezellig eventjes meegaan. Om eventjes ergens koffie te drinken of iets dergelijks. Want ik wil gewoon heel graag de deur uit. En ook al de hele dag binnen zit. Ook al is het koud, ziet het er heel grijs uit. Gaat het misschien regenen? Ik hoop het niet. Maar ik wil in ieder geval eventjes de deur uit, dus dat ga ik nu doen. Zal ik net zo? Omdat we een matching schoenen aan hebben. Laat eens zien. Oeh. Oh, hallo. Ik denk dat ik maar eventjes een boodschappenhaul ga doen. Allereerst Frosties. Waarschijnlijk niet de meest healthy keuze, maar ik vind deze wel echt heel erg lekker. Verder heb ik een plantje basilicum. Ik koop dat eigenlijk echt nooit. Omdat ik het nooit helemaal opmaak. Maar we gaan vanavond zelf lasagne maken. Mijn vriend had een recept gezien van Jamie Oliver. Die heel erg lekker leek. En hij had zin in lasagne per se. En daar moest je verse basilicum voor hebben. Dus ik heb het plantje gekocht. Even kijken of we hem daarna ook nog heel kunnen houden. Dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Verder hebben we daarvoor dus ook cherry tomaatjes. Super lekker. Ik heb ook nog even wat eieren gekocht, want die waren op. We hadden eigenlijk een pancetta nodig, maar ik kon het echt totaal niet vinden. Dus ik heb gekozen voor handgezouten bacon. Geen idee of dat überhaupt een beetje in de buurt komt. Natuurlijk ook de lasagnebladen. Mozzarella. Ik heb heel wat blikken met tomatenblokjes. Dan heb ik ook nog kaas voor eroverheen. Volgens mij moet er eigenlijk parmezaan op, maar ik heb uiteindelijk dit gekocht en ik had geen zin meer om terug te lopen. Natuurlijk wat gehakt, half om half gehakt. Oké, dat was het. Zo, en ik zag dat net werd gevraagd, waar blijft dat muurtje, Larissa? Wanneer laten we jouw muurtje zien? Dus super bedankt dat je me eventjes hebt herinnerd. Ik heb jullie even op het statief neergezet. Dit tape is van Action. Het enige wat me stoort is dat je zeg maar dit rijtje hebt met die driehoekjes. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is net alsof zeg maar het gouden niet echt recht op de tape is gedrukt. En dat stoort me zo erg, waardoor ik deze tape eigenlijk niet gebruik. We hebben even niks anders. Tada! Dit is het resultaat. En ik heb ze gewoon heel simpel dus opgehangen met die tapejes. En die tapejes heb ik gewoon een beetje afgescheurd, zodat het ook een beetje zeg maar rustiek eruit ziet. Oké, ben ik weer. Dat super schattige hertje zat zo zielig naar me te kijken. Want ik wil leuk op je muur.
Dus ik heb deze nu even erbij gehangen. Maar ik weet niet of het nu een beetje te druk wordt met al die tapejes en zo eromheen. Kijk, als ik nou vanaf hier sta, dan valt het wel weer mee hoe vol het is, toch? Zeg maar, dan zie je de hele grote muur. Nou, weet je, ik vind dit nog wel prima. Ik ga het er gewoon eventjes laten hangen. Laat me eventjes weten in de comments wat je van mijn postermuurtje nu vindt. Ik zal even een poll aanmaken trouwens. Dat is misschien wel heel erg leuk. Dan weet ik een beetje wat ik met deze muur kan doen. Maar als ik hier nu kijk, is het wel oké. Voordat we ergens even koffie gaan drinken, wil ik nog heel eventjes dit winkeltje in. Want het is een kerstwinkeltje. En ik ben eigenlijk nog nooit binnen geweest. En het ziet er echt super schattig uit. En ja, misschien dat ze er maar kerstversiering hebben. Maar misschien ook wel niet. Ik wil gewoon even kijken. Zo, we zitten heel eventjes in de Stan & Co. voor een kopje koffie. En daarna moeten we misschien nog heel eventjes naar de winkels toe. Omdat we hier nu toch zijn om wat last minute cadeautjes te scoren. Dus we gaan niet lang zitten, maar we moeten wel heel eventjes gewoon zitten. Zo, ik ben inmiddels bij de ouders van mijn vriend thuis. Of bij de moeder van mijn vriend thuis, want we gaan straks even avond eten. Dus ik ga heel eventjes opwarmen aan een theetje of zo, want het is best wel koud. En dan zie ik jullie zo alweer. Zo, het is alweer even wat later. Zoals je buiten kan zien, het is helemaal donker. Wie het trouwens ziet nu de lampjes. Ik heb ze aanstaan. Dus dat ziet er wel heel erg schattig uit. Ik heb hier momenteel trouwens de sterretjes hangen, want die hingen dus eerst op de muur hier. En toen was ik vanmiddag aan het werk niet viel in één keer één van die één kant van de sterretjes naar beneden. Ik schrok me echt kapot toen dat gebeurde. En toen dacht ik, nou weet je, misschien is het ook wel heel erg grappig. Dus ik heb hem nu gewoon van boven naar beneden opgehangen. En dat ziet er ook wel heel erg schattig uit, want het was toch al een beetje random hier. Ik had even geen zin om achter de computer of achter mijn telefoon of wat dan ook te zitten of achter de tv. Dus ik heb alvast even een paar kerstcadeautjes ingepakt. En ze liggen natuurlijk onder de boom. Tadaa! Oké, let niet op die twee, want dat zijn twee tassen die ik nog waarschijnlijk ga retourneren. Maar hier liggen de cadeautjes al. Jee. Maar ik wacht nog op wat dingen. En ik dacht eigenlijk dat de post vandaag zou komen, maar ik heb net even gekeken. En nu komt het morgen. Dus ik moet even kijken of ik dan wel op tijd thuis ben. Want ik wilde eigenlijk morgen naar Tara gaan. Maar anders word ik misschien geleverd bij de buren. Want het is toch niet zo groot, dus dat is niet zo erg. Ja, dus nu is het een beetje afwachten. Wanneer alles binnenkomt, snel inpakken. Maar het ziet in ieder geval al super gezellig uit onder de boom. Oh ja, en ik wilde trouwens mijn vriend filmen terwijl hij aan het koken was. Maar hij is echt super snel klaar ermee. Want het staat dan gewoon in de oven. Oeh la la. Oké, de oven ziet er een beetje vies uit. Maar het staat in de oven. Het ziet er echt al heel lekker uit. Ik weet niet hoe lang nog in de oven moet, maar ik heb er heel veel zin in. Oh ja, mocht het straks lekker zijn, dan zal ik even het recept in de beschrijving linken, als je het ook wil maken. Maar ik zal het alleen doen als het echt lekker is en zeg maar de moeite waard. Zo, nou, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb net lekker gegeten bij de ouders van mijn vriend. En de hele dag voel ik me al een beetje moi, maar nu wordt het nog veel erger. En ik weet niet of het komt omdat ik echt mega slaaptekort heb. Of dat ik een beetje griep aan het krijgen ben. En daar heb ik eerlijk gezegd niet heel veel zin in. Want ja, de kerstdagen of de feestdagen die komen eraan. En dat kan ik nu eventjes niet gebruiken. Maar ik voel me echt heel slap. Mijn hele lichaam doet een beetje pijn. Ik heb heel erg, voel ik het hier zo keelpijn en zo. En ik voel dat het hier helemaal, dat er druk zit. Dus nou ja. Ik ga mezelf gewoon even volknallen met paracetamol en vitamine C. En dan hoop ik dat het wegtrekt. En ik heb jullie trouwens heel eventjes in mijn keukenkastje, of keukenkastje, in mijn badkamerkastje neergezet. Dit is inderdaad mijn badkamer. Dit is alles. En wat ik trouwens gebruik om mijn make-up af te halen is, dit is de micellair water met olie. Deze is echt super fijn. En volgens mij is het al de tweede fles ook die ik opmaak. Ik weet het niet zeker, maar deze is echt heel fijn om waterproof make-up te verwijderen en het blijft zacht en een, zeg maar niet te vettig voor als je lens hebt. En dan heb ik hier nog een exfoliërende tonic van Clinique, maar die heb ik ergens anders in gedaan. En daarna gebruik ik nog een crème en ik gebruik momenteel, omdat het winter is, gebruik ik deze van La Mer. Maar ik vind het ook heel erg fijn, even kijken, om deze te gebruiken. Het is het Dream Duo van Glam Go. Die heeft dan twee delen. En anders, ja, ik heb even gebruik ik gewoon een andere crème en dan gebruik ik deze eronder. Dat is van de Beauty Kitchen High Definition Facial Oil. Dat vind ik best wel een fijne olie. Hij ruikt heel erg lekker en ja,
Ik vind het altijd lekker om hele vette producten te gebruiken. Als ik ga slapen dan. Dat was hem heel even. Qua fruit neem ik even een passievrucht. Ik vind dit zo lekker. Ik weet niet of jullie dit kennen. Ik denk dat dit wel mijn favoriete fruit is. Naast verse ananas en mango. En aardbeien. Ik ben nu op dit moment Alias Grace aan het kijken. Want daar ben ik net mee begonnen. En ik moet er nog een beetje inkomen of zo. Ik vind het zeg maar aan de ene kant heel interessant. En ik kan me zeg maar best wel voorstellen dat het een hele goede serie is. Maar tegelijkertijd, ja, gebeurt er zeg maar redelijk weinig of zo. Het is zeg maar een heel verhaallijn. Dus ik raak heel snel afgeleid. En dan zit ik op mijn telefoon en dan kijk ik weer. Dan heb ik de helft gemist. Dus het blijft me niet heel erg boeien. Maar ja, ik weet niet. Hebben jullie deze gezien toevallig? Ik denk dat het wel gewoon een goede kan zijn hoor. Maar je moet er wel echt eventjes in gaan zitten. En als je er niet zoveel zin in hebt, dan is het wat lastiger te volgen of zo. En ik zit op dit moment lekker op de bank met een fluffy dekentje. Deze trui is ook echt super fluffy en warm. En ik had het net heel koud. En ik voel nog wel heel erg een beetje zo'n nare rilling of zo. Over mijn rug en over mijn armen en dergelijke. Dus ik hoop dat het morgen weg is. Achter me ligt Silly. En ik vind het heel jammer dat hij nu een wit tekentje heeft als favoriet. Want anders dan lag hij altijd zo hier achter bij mijn benen. En nu wilt hij niet van dat witte kleedje af. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie zeg maar gewoon vanaf Vlogmas 1 zijn gekomen. En helemaal tot aan deze al hebben gekeken. Ik ben heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat je het weer gezellig vond om te kijken. Ik ga me straks klaarmaken voor bed. Ik hoop jullie morgen weer te zien in een nieuwe Vlogmas. Hopelijk vol met energie, maar ik kan niks beloven, want ik voel me gewoon verrot. Maar ik hoop het wel. Geef me vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En laat me ook eventjes weten in de comments of je morgen weer komt kijken naar een nieuwe Vlogmas. Doei!